Daria van den Bercken, ze is hier. Ze stelt een suite samen van composities waarin de natuur doorklinkt. Zo komt ze bij mij aan tafel om uit te leggen hoe dat gaat. Maar eerst gaan we het horen, want ze speelt Lis Naissans, de ontluikende lelies van François Couperin. Heerlijke muziek en prachtig gespeeld, waarvoor nu al dank. Natuur, wat heeft natuur, is dat een soort rode draad voor de muziekkeuze in deze nieuwe cd? Zeker, daarom is de tweede helft van de titel ook een imaginary suite. Een suite is natuurlijk een vorm, meestal van dansen, of eigenlijk altijd van dansen uit de barok. En ik had een hele grote wens om thematische muziek, en dat werd de natuur, bij elkaar te groeperen als een soort suite, als een geheel. Maar waar let je dan op? Op de druppelende regen of de wind die over de duinen waait? Wat is de natuur in de muziek? Mij interesseerde de verhouding van de mens tot de natuur in eerste instantie. Want ik begon bij Vallée d'Oberman van Liszt. Uiteindelijk het sluitstuk van deze suite geworden. En in Vallée d'Oberman heeft Liszt een Franse filosoof geciteerd. Die schrijft in zijn boek Oberman: wat verwacht ik van de natuur? Met een uitroepteken. En ik las dat en ik was daar best wel van onder de indruk. Ik vond het een hele megalomane opmerking. Met mijn 21ste eeuw ogen. En dit is uit 1851. Nou, ik zou graag met je praten over de barok. En de Franse barok en de Duitse barok. Maar wij hoorden dat jij een Russische moeder hebt. Ja, klopt. En toen dachten we, moeten wel even vragen aan haar hoe die situatie is. En hoe jij voortleeft met deze bedreigingen. Ja, zoals iedereen, zoals Anna ook zei, het is een verschrikkelijke 10 dagen. Ik heb niet alleen een Russische moeder en een oma in Sint-Petersburg, maar ook een Georgische man die heel veel vrienden en kennissen in Oekraïne heeft en daar een beetje zijn tweede thuisland voelt. Ja, het is een beetje slapeloze nachten wel, want je kijkt en leest. En dan belt mijn vader weer, want die houden de Russische tv in de gaten. En die zegt, het is ongelooflijk wat daarvoor onzinpropaganda. Ja, kun je daar voorbeeld van geven? Nee, ik heb niet gevraagd naar voorbeelden. Hij zei gewoon, het is tragisch, onwaarschijnlijk. Maar ja, dan lees je nu ook, als je het woord vrede nu uitspreekt, dan heb je al een gevangenisstraf aan je broek. Dus het is heel ernstig om te zien dat je ook vanuit Rusland dus moeilijk kan uit gaan spreken. Het is heel erg. Wat voor gevoel levert dat bij jou op? Woede? Is dat het kernbegrip? Of onmacht, of je krijgt binnenkort een kind. Ja. Angsten?
Alles tegelijk. Want ik heb ook zoiets nog nooit meegemaakt of gezien. Woede zeker, zeker. Want je ziet dat hier één dictator ook zijn volk meesleept. En je ziet ook Russen demonstreren en opgepakt worden. En dus je ziet dat dit nog niet het einde is van een dictator met een groepje eromheen. Angst zeker, want we hebben thuis al hele gesprekken over wat doe je bij een nucleaire aanval. Mijn man heeft hetzelfde gezien in Georgië in 2008. Toen was onze reactie nog niet zo sterk, maar die van hem wel. Even terug naar de muziek dan. Rachmaninov staat ook op jouw CD. Ik geloof dat je dat een lijflied voor jezelf noemt. Wat had dat in? Nou, het was een belangrijk werk om te leren spelen. Het is een van die momenten dat je besluit muzikus te worden. Toen ik 14 was, moest ik het instuderen voor een van mijn eerste concoursen. En ik kwam daarmee op les bij mijn Russische docenten, Mila Baslavskaya. En die vroeg mij, heb je Ablomov gelezen? Een dikke roman. Nee, had ik niet. Heb je film gezien? Wat ze probeerde mij al in metaforen te laten zien, is hoe wijdheid de wijdheid van de Russische natuur al in dit stuk te voelen is. Want Rachmaninov bij uitstek heeft de kracht om de herinnering aan natuur zo mooi te verklanken. En hij moest ook zijn land verlaten. Ja, een maand na de Oktoberrevolutie heeft hij ook met zijn gezin via Denemarken zijn biezen gebakt en een heel nieuw leven moeten opbouwen. Ja. Ja. Je bent nu twee jaar slachtoffer geweest van die COVID, waar we allemaal het onder te lijden hadden. Dan bijna allemaal te lijden. Heb je van de gelegenheid gebruik gemaakt om zoveel mogelijk repertoire te verzamelen voor je cd? Ja, wat zeg je dat dan met slachtoffers? Ik heb inderdaad zo ontzettend mogen studeren. Tuurlijk was het niet leuk dat al het werk verdween. Maar inderdaad, ik heb me helemaal gelaafd aan muziek die ik altijd wilde instuderen, maar waar geen ruimte voor was, door drukte. Ja. En ondanks dus al die diepe dalen waar iedereen wel mentaal doorheen ging, heb ik in mijn studio, die inderdaad inmiddels in de natuur staat en niet meer in de stad Amsterdam, heb ik gewoon ontzettend veel gespeeld. Nou, wij zijn blij je lijflied te mogen horen, namelijk van Rachmaninov. Dus ik wil je vragen naar onze vleugel te lopen. Voorzichtig aan, zou ik zeggen. Dan gaan we nu luisteren naar een van de étude-tableau van Serge Rachmaninov door Daria van den Bercken. Thank you.
Heel mooi, Daria. Deze twee stukken en nog veel meer moois is te horen op deze nieuwe cd van Daria, die nu in de winkel ligt.